Ik ben Karin Heupink. Ik kom zelf uit Honslisdijk en u staat hier bij zwemvereniging De Kameleon. Dat is een vereniging in zijn algemeenheid voor mensen met een lichamelijke beperking. En wij hebben 15 verschillende onderdelen in het sporten. En u staat op dit moment in Zwembad de Watertoren in Den Haag. En wij zwemmen hier elke week op dit tijdstip met kinderen vanaf 5 jaar. En dat zijn allemaal kinderen met een lichamelijke beperking. Of kinderen die concentratieproblemen hebben of een groeiachterstand of een andere achterstand in de ontwikkeling hebben. En dat zijn kinderen die of komen rechtstreeks om te leren zwemmen of die al elders om een plek geprobeerd hebben zwemles te krijgen. Ja, en wat moeilijk is omdat ze toch de aandacht of de grote groepen niet aankunnen. En wij krijgen hier kinderen binnen waarvan gezegd is soms dat ze eigenlijk nooit een diploma zullen halen. Ja, en hoe gaaf is het dan om te zien dat kinderen na verloop van tijd, en de een uiteraard wat sneller als de ander, dat de kinderen dan toch met een diploma op zak naar huis gaan. Ik zit hier bij een trotse moeder. Hoeveel kinderen heeft u aan het zwemmen? 2 kinderen, een jongen en een meisje. En hoe lang doet u dat al met de kinderen? Ongeveer 1 jaar. 1 jaar zwemmen ze hier bij de Kameleon. Leren ze het ook een beetje? De ene heeft een diploma erbij, de ander die is nog bezig. Dat duurt wat langer. Ik sta hier bij een trotse vader die ook zijn zonen laat zwemmen. Kunt u vertellen waarom doet hij dat? Hij heeft problemen, visuele problemen, hij ziet heel slecht. En motorische problemen ook. Dus die zwemlessen zijn heel hard nodig, speciaal met veel aandacht. En hij doet dat heel goed, met heel veel plezier. Gaat erg langzaam, kost heel veel jaren, maar... Hij heeft nu net zijn A-diploma gehaald, daar was hij erg trots op en ik natuurlijk nog meer. En hij wil door voor zijn B. Of hij het haalt weten we niet, maar hij vindt het erg leuk en dat is heel het belangrijkste. Een kleine mannetje naast u, gaat hij ook zwemmen? Nu nog niet, maar misschien wel later. Ja. Maar hij vindt het altijd leuk, hij gaat altijd graag mee. Meestal klimmen hier op de tribune. En wij bieden hier een totaal programma aan. Het heet het ABC diploma zwemmen. En de kinderen kunnen hier voor een A, B of C diploma gaan. Maar ook de diehards daaronder die het leuk vinden, kunnen doorgaan met de zwemvaardigheid. En dan bieden we dus ook nog de zwemvaardigheid 1, 2 en 3. Het gaat voor de conditie, dat ze bezig zijn, dat ze zich een beetje zelf kunnen redden als ze een keer in het water vallen. En dat ze niet meteen in paniek raken. Bent u vrijwilliger of bent u betaalde kracht, zoals het zo mooi heet? Nee, wij zijn allemaal vrijwilliger. Wij doen dit vanuit ons hart. En wij worden betaald door wat we van de kinderen terugkrijgen. En dat hoeft niet, maar dat gaat automatisch. En dat is gewoon zo gigantisch. Kinderen die je bang en angstig binnen ziet komen. Maar ook gewoon de lol die de kinderen erin hebben. Ja, dat is gewoon fantastisch. Gaat u na de les ook zelf met de kinderen zwemmen, zodat hij ze bezighoudt, zeg maar? Nou, hierna niet meer. Dan gaan we naar huis om te eten. Maar we gaan wel regelmatig vrij zwemmen, ja, met ze. Kunnen er dan nog kinderen bij? Hebben jullie nog ruimte voor kinderen? Er is altijd plek voor nieuwe kinderen. We hebben wel een wachtlijst, maar dat heeft er vooral mee te maken dat de jonge kinderen en de kinderen die nog niet kunnen zwemmen eerst watervrij gemaakt moeten worden. Ja, en dat duurt vaak een poosje. Kinderen beginnen bij de kikkers in het kikkerbad daar en die stromen dan door hier naar het tussenbad. En dat is een bad waar ze stokje bij beetje alle beginselen leren. En uiteindelijk gaan ze dan naar hier achter het diepe waar ze voor de diploma's opgaan. En vooral voor de het eerste leren, het zwemmen, dat duurt wat langer. Daar is wel een wachtlijst. Maar het betekent wel dat als de kinderen eenmaal een beetje watervrij zijn of al enige beginselen hebben, dat ze dus wel door kunnen stromen naar de andere baden. Of eventueel voor de diploma's ABC of zwemvaardigheid, kunnen ze 9 van de 10 keer vrij direct geplaatst worden. Ik weet, heel veel ouders hebben altijd paniek als de kinderen alleen zwemmen. Heeft u daar ook last van? Ja en nee. De oudste, die laat ik gaan, die gaat ook disco zwemmen.
Maar de jongste, daar ben ik wat voorzichtiger mee. Omdat hij eerder doet en dan pas nadenkt, dan eerst nadenken en dan pas doen. En hoe moeilijk is het om ouder nou om hier te blijven zitten en niet mee te willen doen? Ja, wat moeilijk. Je krijgt toch wel de neiging om mee te willen zwemmen. Het is aanlokkelijk, het water. Oké, nou ik zou zeggen veel sterkte met het toekijken. Ja hoor. En succes met de diploma's. Dank u wel.